Op 21 november vond de officiële intocht in Beek op spectaculaire wijze plaats bij winkelcentrum Mercado. De Sint en de Hoofdpiet landen met de pakjeshelikopter bij het winkelcentrum, waar waarnemend burgemeester Frans Wekers Sinterklaas ontving en welkom heette. Geen haven in Beek, dus daarom kon je niet met de stoomboot komen. Maar Beek heeft wel een luchthaven. Nou, alle kinderen in het Mercado mogen vandaag op de foto met de kinderen, met de broertjes en de zussen. Komen jullie lekker bij mij, maken een prachtige foto. Mijn hulppieten regelen dan het hier een klein beetje rustig beloop. Een lang lijstje gemaakt. Ja. En wat staat daarop? Sinterklaas. Sinterklaas op een verlanglijstje. Ja. Sint, de verlanglijstjes van dit jaar. Lang. Lang? Lang. Lang. Je merkt duidelijk dat er weer een ander sentiment is, Tim. Ja, het sentiment is dat men weer lange lijstjes maakt. Vooral brede lijstjes, maar je ziet daar een groei in. En wat veel is kinderen vragen de lalaloopsie.
En Sint weet niet altijd... Dat was in het begin wat moeilijk, maar we zijn erachter. De Lalaloops is bij de dames populair. De Frozen is populair. Ja, dat zegt u niks. Ik heb geen flauw idee waar u die over heeft, Sint. Nee, die indruk had ik al, Tim. Maar je bent ook gegroeid, hè? Nee, de lijstjes zijn weer lang. En ook bij de grote mensen zie je weer langere lijstjes komen. Gelukkig, hè? Gelukkig. Dat betekent dat we met elkaar een bepaalde positieve kant op gaan. En daar wordt Sinterklaas blij van. Je hebt wel eens hele bijzondere, prachtige wensen van kinderen. En die pasten eigenlijk niet op een lijstje. Dat zijn kinderen die wat extra aandacht verdienen. Die moeten in een lijstje. Ja, sommigen moeten in een lijstje. Mocht je je schoen gaan zetten, ja, dat is belangrijk ook voor u. Mocht je de schoen gaan zetten, mijn taalpieten zijn mee, mijn taalpieten. En die schrijven dit jaar in, let op, speciaal voor u, in de woonkamer alle namen van de kinderen. Dus stel u voor, Tim, hè, dat is 3 letters, dan staat er in die woonkamer staat dan Tim geschreven. Maar stel je voor dat je Keanu heet of Kayla, dan staat er Kayla of Keanu geschreven in de woonkamer door mijn Pieter, mijn taalpieter. Dus nou, dat komt fantastisch goed voor alle kinderen in deze regio.